Hallo allemaal, het is vanavond woensdagavond 8 uur, tijd voor Neil Talk Live. De gezelligste avond van de week, zou ik zeggen. Ja, zeker weten. Ja. We hebben altijd ontzettend veel lol ook in de voorbereiding, hè? In de voorbereiding, ja. Tijdens de show natuurlijk achteraf. Maar het leukste is om dit programma te maken voor jullie thuis. Ja. Want het gaat natuurlijk over het allerleukste vak in deze hele wereld. Onze namelijk passie. Nagels. Ja, nagels. Onze passie. Ja, zeker. En vandaag gaat het helemaal over onze passie, ja. Ook. Ja, Nailart. Nailart. We hebben twee hele leuke gasten, twee Nailart talenten. De een biedt heel veel Nailart aan in de salon, de ander iets minder, maar wel heel erg actief en is heel erg actief in trainingen, ja. Volgen van cursussen, zijn ze beide trouwens. Maar hoe belangrijk is nou eigenlijk het volgen van zo'n cursus? Hoe belangrijk is het om bij te blijven, om nieuwe technieken te leren op basis van Nailart? Maar ook, komen klanten bij jou nou in de salon en is het dan voornamelijk dat ze met ideeën komen van internet? Of ben jij nog steeds als nagelstylist wel erg leidend daarin? Ja, want dat, volgens mij is dat wel veranderd in de laatste paar jaar. Ja. Door de komst van social media hoor je vaak dat mensen komen al met een plaatje, een afbeelding van iets wat ze per se willen hebben. Ja. Nou, zie je dat nou ook in salons waar veel nailart wordt gedaan? En waar we het natuurlijk over gaan hebben is iets wat altijd lastig is, namelijk inspiratie. Ga je vanuit het niets iets creëren of ga je juist meer technieken kopiëren. Hoe ga je daar nou mee om en hoe pas je dat allemaal toe? Ja. Want dat is natuurlijk de truc. Hè? Die vraag hebben we honderden keren gekregen. Zeker weten. Waar haal je die inspiratie vandaan? Ja, zeker weten. En Jessica kan er natuurlijk ook heel veel over vertellen. Tuurlijk. Ze gaat straks ook prachtige nailart laten zien. Maar we gaan het ook een beetje hebben over old school nailart versus de modern nailart. Dus wat deden we natuurlijk 10 jaar geleden en wat was toen helemaal hip. Maar wat zien we nu ook weer terugkomen? Want heel veel dingen komen in de branche ook gewoon weer terug. Ja, maar dat is eigenlijk hetzelfde als met die vorm van de nagel, wat we vorige week over hadden. Ja. Tegenwoordig heb je old school en wij zijn old school. En je hebt modern style in nailart, in het vormgeven van nagels. Dat is natuurlijk de grote truc. Wanneer wordt die modern school eigenlijk weer de old school en de old school de modern school? Het is een wonderlijk beroep. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk Carmen weer bij ons zitten. En Carmen die gaat jullie weer lekker beantwoorden, weer mee reageren op de vragen. Maar heb je natuurlijk vragen voor ons of voor een van onze gasten, stel ze dan gerust. Want dan zorgen wij ervoor dat ze tijdens de uitzending voor je besproken worden. En Hanneke is er gezellig weer bij. Hanneke zit al klaar. Dus we zijn helemaal compleet. Laten we beginnen. Gezellig weer samen met jou, Hanneke. Ja, ik heb je de vorige keer wel gemist, ja, dat was hoor. Wel het was wel super leuk met Aukje samen, maar je mist toch iets. Ja, maar ik moet zeggen, jullie hebben het ontzettend leuk gedaan. Het was echt een leuk gesprek. Was het en ook. Ik vond met name dat het idee van vorige week was dat. Je zat ik naar te kijken met dat koelkastje, dat vlogje van je. Nou, ik vond het echt werkelijk briljant. Ja, weet je, een koelkast is soms eigenlijk net gewoon iets te koud. Ja, want het ging over warmte met de gels, hè? Ja, precies. En als je dan zo'n wijnkoeler hebt, die kan je iets hoger zetten, dus dan is die overgang niet zo groot. Ja, weet je dat ik daar wel even over heb moeten nadenken? Want ik denk misschien jullie ook, toen ik het woord wijnkoeler hoorde, dacht ik in eerste instantie aan zo'n mooie schaal met ijskontjes. Oh, die... Ik dacht, dat is wel heel chic en elegant om zo je gels gekoeld in een salon te presenteren. Ja. Maar je bedoelt natuurlijk een klein wijnkoelkastje, van die precies. Leuke schattige koelkastjes. Ja, ja. En die kun je helemaal op temperatuur instellen. Precies, ja. Nou, echt, ik was helemaal gezellig. Nou, we gaan er een hele leuke avond van maken. Ja. En bij nailart komt het vaak terug op trainen. Trainen. Train jij er nog veel? Jawel. Ja? Ja, weet je, je moet wel bijblijven. En het is natuurlijk niet alleen trainen voor het trainen om beter te worden, maar het is ook gewoon leuk om weer contact te hebben met je mede-collega's, zeg maar. Mm-hmm. Dus tijdens het trainen, ja, het is gewoon dubbel. Ja, je traint dan tijdens cursussen, ja, maar doe je in de salon ook? Ja, thuis ook. Ja. Vaste modellen? Ik heb wel vaste modellen, ja. En gewoon thuis ook op de tipjes. Weet je, eerst op de tipjes trainen en dan gewoon op iemand. En dan is het toch nog anders dan dat je op zo'n tipje traint. Ja, zeker. Ja. Die tip kun je op een hele andere manier vasthouden dan precies. Een vinger. Ja, dus ja, precies. Best wel een gedoe. Ja. Nou, oké. Je hebt dit weekend, deze week ook een leuk vlogje voor ons. Hele korte dit Een hele korte, hele maar korte. Wel een hele leuke. Laten we even samen gaan kijken. Ja. Hallo allemaal, zoals jullie weten hou ik van mooi weer. Vandaag, tweede Pinksterdag, zitten we bij mijn schoonouders op de camping. En dan heb ik natuurlijk wel even de tijd om te zitten in het zonnetje. En dan wat vakliteratuur door te lezen. Ja,
Ik heb niet altijd de tijd om dat even tussendoor te doen. Maar vandaag in het zonnetje, een beetje in de schaduw, drankje erbij. Heerlijk. Ik zie jullie de volgende keer. Ja, vakliteratuur is natuurlijk belangrijk om bij te blijven in dit vak. Ja. Om te weten wat de ontwikkelingen zijn, wat de tendensen zijn en wat de stromingen zijn die er spelen. Ja, precies. Ja, en je collega's, hoe die het doen. Want er staan ook leuk van die artikelen in van andere collega's, hoe die dat doen in het salon. Dat vind ik ook altijd leuk om te lezen. Lifestyle en hoe hebben ze dat opgebouwd? Ja. Ze dat ben jij geabonneerd op zowel Nail Design als alle twee. Ja, kan niet kiezen. Ja, jammer joh. Nou, het spreekt ook ieder een heel ander publiek aan natuurlijk. Ja, precies. Ja. Nou, dat is... ik heb ze ook, ik lees ze ook iedere keer als ze binnenkomen. Het eerste wat ik doe is ze openslaan. Ik wel. En meteen kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, ik moet natuurlijk weten wat er allemaal omheen gebeurt. Ja. Jij doet niet heel veel nail art, geloof ik. Nee, niet heel veel. Wel wat, maar niet heel veel. Nee, klopt. Begint het na al deze weken te kriebelen? Die wil ik uitproberen en die wil ik uitproberen. Ja, dat wel. Dat wel. Ja. Maar ja, dan moet ik het ook nog wel aan de klanten kunnen gaan verkopen. Zeker. Ja. Natuurlijk moet nail art verkoper zijn. Het moet wel een doel dienen. Ja. Maar het is ook wel enorm bevredigend hoor. Nou ja, weet je, als het dan af is en de klant gaat dan tevreden naar huis. En dan met dat meestal is het op 1 of 2 nagels. Mm-hmm. Ja, dat is wel leuk. Dat is echt leuk. Ja. Nou, we hebben hele leuke gasten. 2 gasten die ook alles weten over nail art. En over die bevrediging. Mm-hmm. En over die kick die je kunt krijgen. Is nail art nou passie? Of is het omzetverhogend? Nou, de eerste gast waarmee we daarover gaan praten, dat is Anjo de Rapper. Hallo Anjo. Hallo Pepijn. Gezellig dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Wat de mensen natuurlijk thuis misschien niet weten, is dat Anjo is de moeder van Cheyenne. En Cheyenne werkt bij ons natuurlijk op de Art Department. Jij kent Cheyenne intussen ook heel goed. Ja, ja. Want Cheyenne is iedere week ook achter de schermen bezig voor Nail Talk Live. En natuurlijk via Cheyenne horen we veel over jou, maar ik ken jou al heel lang. Al een hele poos, ja. Maar daar komen we straks op terug. Even om te schetsen voor de mensen thuis, hoe ziet jouw werkweek eruit? Ben jij fulltime bezig met nagels? Nee, ik werk, heb nog 3 dagen in de week een parttime baan in het ziekenhuis. Daar werk ik ook. En daarnaast doe ik 2 dagen in de week nagels. En eigenlijk iedere avond ook nog. Dus nadat ik gewerkt heb in het ziekenhuis, zit ik s'avonds ook nog even nagels te doen. Nog even? Even. Dat is ontspanning. Doe je s'avonds 1 klant? 1 klant, om 7 uur. Meestal. 1 klant? En dan die 2 dagen dat je ook nog nagels doet? Overdag. Soms een enkele. Maar ik heb ook weken dat ik er 5 of 6 op een dag op staan. Dat is voor mij wel een beetje de max. Maar ik heb er ook wel eens een week dat ik er maar 1 overdag op staan. Nou, dat is dan lekker. Dat vind ik ook niet erg. Ja, het is gewoon een beetje je vindt de combinatie ook heel leuk. Ja, het is voor mij echt pure ontspanning. Dan soms loop ik 's middags in dat ziekenhuis en denk ik, oh moe, vanavond nog een klant. Denk, nou ja, maar dan ben je bezig en daarna heb ik gewoon helemaal weer energie. Je moet dan zo het knopje omzetten. Mm-hmm. En die combi is voor mij gewoon echt heel goed. Ja, dat is echt leuk. Hoe laat komt jouw laatste klant op een dag? 7 uur 's avonds. 7 uur. Hoe is dat bij jou, Hanneke? Nou, de mijne komt om 8:30 is de laatste. Oh, jij doet nog 2 in de avond? Ja, ik doe er 2 in. Ik werk 2 avonden en dan 2 in de avond. 8:30 ben ik meestal klaar. Ja. Nou, dan doe ik er nog eentje. Ja. Nee. Ja, die laatste klant van de dag, aan de ene kant was dat altijd, zag ik er altijd wel tegenop. Maar aan de andere kant is het ook wel heerlijk, want je kunt dan ook wat uitlopen. Je kunt dan meestal ook klanten doen, dus je gezellig kunt kletsen. Ja, 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 de meeste klanten komen echt al jaren, dus je kent ze ook goed. Ja, je hebt gewoon een band met die mensen. Ik zie dat je zelf niks op hebt. Nee, dat mag niet, omdat ik in het ziekenhuis werk. Vind je dat niet lastig? Dat wel, om dingen uit te proberen. Maar daar heb ik Soyen voor. Dus oh ja, kijk. Dat proberen we het gewoon in de house. Dus, ja, ik heb me eroverheen gezet. In het begin baalde ik er echt heel erg van. Dat je gewoon zelf niks meer mag. Ik heb zelf alleen nagels met de kerst en als ik op vakantie ga. Ja, dat weet 2 ik. 2 keer per jaar. Dat zie ik ze wel, ja. Dan zet je ze speciaal voor die gelegenheid. Ja, dus nu moeten we 's ochtends heel vroeg vliegen en ik moet de dag ervoor nog werken. Dus dat wordt niet slapen. 'S Avonds nog nagels zetten. En dan hup naar het vliegveld. En dan, Nou, nog even en Cheyenne kan het bijna, hè? Ja, daarom. het zetten van nagels. Zie je dat nou echt als een... Is dat meer wat je al zegt, het is heel plezierig, het is leuk, je kunt daar je ei in kwijt. Maar is het ook echt een deel van je besteedbaar inkomen? Is het wel echt een belangrijk... Nee. Levert het ook iets op? Ja, het levert wel op natuurlijk, omdat je toch een bepaalde klantengroep hebt. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk ook mijn werk erbij, dus...
Het is voor mij echt luxe, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt heel luxe, maar... Voor de leuke dingen. Voor de leuke dingen, ja. Heb je er wel eens over gedacht, zeg maar, om te stoppen dan met je baan? En dan fulltime voor de nagels? Of zeg je van, ja, dit vind nee, ik denk dat, leuk dat het dan... De combi is leuk. Ik denk dat het dan toch misschien niet meer zo leuk wordt als nu. Laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, het is wel natuurlijk een mooie afwisseling. Ja. Het is gewoon heel verschillend werk. Ik heb een vrij drukke baan in het ziekenhuis. Loop soms met 2-3 telefoons op zak daar. Dus ja, het is gewoon echt ontspanning. En als je dan, net als s'avonds, moet je met die klant bezig zijn. En dan zit je misschien s'avonds toch nog te denken over je werk. Van, had ik dat nou maar zo gedaan of dat? Mm-hmm. Maar dat is nu niet, want je bent nu met ander werk bezig. En dat is juist het leuke. Ja. De afwisseling. Ik heb jou gevraagd of je ook wat foto's van je studio wilde sturen. Ja. Zodat we thuis ook een beetje een idee hebben van hoe ziet dat er nou uit. Dus laten we even samen kijken. Nou, we zien hier echt een hele mooie zwart-wit studio. Het is op zolder boven? Nee, het is de eerste verdieping. Mm-hmm. Je hebt je certificaten mooi gegroepeerd. Ja. Natuurlijk alle mastercertificaten. Ja, die moesten ook ophangen. En ik zie hier al een heel mooi bord met nail art voorbeelden. Ja. Straks gaan we wat meer in detail kijken naar wat voor voorbeelden, wat voor nail art examples je maakt. Want nail art is wel echt je ding. Althans, als de hobby. Ja, echt meer de hobby. Want ik heb veel ook wat oudere dames en die willen dat allemaal niet. Dus dit, nee, maar die kunnen wel bewonderen wat je maakt. Ja, die vinden het wel allemaal heel mooi en leuk. En, dus ja, dat is gewoon echt de hobby. Ja, en ik zie ook best wel vaak toch iets online van jou langskomen. Ja, dan zitten gewoon dingen op die dingetjes, die Colourpops te proberen en zo. En dat vind ik gewoon leuk. Ja. Als ik een keer geen klant heb of niks te doen heb, of dan ga ik gewoon even boven zitten en lekker wat vreubelen, zeg maar. Wat leuke dingen maken. Ja, en wat natuurlijk heel leuk is, in Kaatsheuvel, ben ik net in Nieuw Design in Brabant, geef je ook tijdens de open huizen de workshops. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja. En dat vloeit natuurlijk een beetje voort uit het feit dat je zo met die nailart bezig bent. Ja, dus dan moet ik van tevoren ook allemaal al dingetjes maken en verzinnen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, ook wel uitdagend. Ja. Ook uitdagend. Er zit toch altijd wel een beetje een deadline aan. Ja. Dat je een beetje op tijd alles toch een beetje klaar moet hebben. Ja, dat is juist, dat houdt het spannend. Een deadline houdt je scherp en dat zorgt ervoor dat je hem uiteindelijk ook haalt natuurlijk. Ja. We hebben niet alleen jou vandaag als gast. We hebben nog een gast, eentje die jij kent en die wij natuurlijk ook kenden. En onze tweede gast van vanavond is Sandra van Egmond. Nou, Sandra, hartstikke leuk dat je er hier bent. Ja, ook heel leuk. Ja. Ja. Jij doet ook heel veel aan nail art. Ja. En jij plaatst het dan wel heel veel bij de klant? Regelmatig, ja. Het ligt ook een beetje, ik heb een klantenschade van echt heel jong tot echt dik in de 80. En de dames van dik in de 80 die gaan met mooiere, kleurrijkere nail art naar huis dan de meiden van 17, 18. Ja. En dan ook met de nail art erop? Ja, echt. En de neons en de stenen en de ombre. Alles. Dat is leuk. Ja, echt heel leuk. Ja. Dus die durven net weer veel meer? Ja, ik heb een dame van 84 is inmiddels. En echt een hele keurige, behepte dame. En met de mooiste kleurencombinaties gaat ze de deur uit. Geweldig. En is het dan wel rustige nail art bijvoorbeeld op twee nagels of echt op alle 10? Alles. Ja, alle kleuren neon en ombre. Ombre verkleuren van de een naar de andere kant en stempels ingekleurd met alles erop en eraan. Ja, dat is echt heel uitleven. Grappig. Ja, en die dame is zelf ook echt een hele kleurrijke dame. En, heel expressief. Ja, leuk. Ja, zegt ze, saai is het er genoeg al in het leven, zegt ze dan. Ja. Nou, dat is zeker zo. Ja. De jonge meiden vinden die dat een beetje te? Ja, die zijn over het algemeen toch wel, de meiden van 18, 19 zijn best wel behoudend. En dan rood en de nude tinten momenteel, want dat is hip, dat zien we overal. De nude tinten en de poedertinten, dus dat is dan wat ze nu dragen. En dan zeg ik niet een leuk steentje of een leuk dingetje. Nee, doe maar gewoon zo rustig. En, dus het is heel wisselend. En heel wisselend. Ook glitters komen weer helemaal terug. Ja. Iedereen wil wel in de glitters. Dat is heel grappig om te zien. En ik doe heel veel met stenen. Dus echt mooie nagels inleggen met stenen. Ja, gaaf. Ja, het is prachtig. Ja. Stenen, het is helemaal fonkelen. Je had daar toen ook dat vlogje natuurlijk over gemaakt. Helemaal glitter. Maar doe jij dan nagels fulltime, wel fulltime in tegenstelling tot jou? Ik heb een aantal jaar geleden voor gekozen om over te gaan naar nagels. Ik werkte 25 jaar in detailhandel als
teamcoördinator personeel en loonadministratie. In zo'n stressvolle, drukke baan. Ik dacht van, nou, daar heb ik geen zin meer in tot mijn 67ste. En iedereen zei van, je moet dat met je creatieve kant gaan doen. Ga nou eens wat leuks doen. En toen kwam ik in het nagelvak terecht bij een nagelstylis. En toen zag ik al die potjes en die glittertjes. En toen dacht ik echt van, nou, zes anders ga je ook de opleiding doen. Nou had ze het maar niet gezegd. Dus toen kwam ik hier terecht en vervolgens nooit meer weggegaan. En 3 jaar geleden mijn diploma is gehaald en overgestapt naar het nagelvak. Ja. En daarbij maak ik de combinatie met mijn man's aannemersbedrijf. Daar doe ik de financiële administratie en de personeelsadministratie van. Dus dat doe ik eigenlijk altijd op maandag. En dan de rest van de week ga ik achter de nagels zitten. En dat is in 4 dagen meer dan fulltime. En dan doe ik daarnaast, als ik dan klaar ben met nagels, ook nog weer de administratie wat ik voor die dag had moeten doen. Nou, ik ben wel benieuwd waar jij dan die nagels doet. Laten we even naar je salon gaan kijken, want dat heb ik ook aan jou gevraagd. Ik zie dat deze salon is beneden. Ja, dit is gewoon, wij hebben aan ons huis een aanbouw en dat is een heel aparte ruimte. Ja. Hier tegenover staat mijn man's bureau met de grote computer van het aannemersbedrijf. In diezelfde ruimte? In diezelfde ruimte. Mm-hmm. En ik zit dan of aan mijn nagelbureau of aan het andere bureau. Ja, dus het is een hele multifunctionele ruimte. Mensen hoeven niet door mijn huis, komen apart binnen. Aparte hal, apart toilet, dus dat is ook heel fijn. Oh, ja, mooi. Ja, niet naar boven, dus gewoon je komt binnen in een centrale hal. En dan gaan we rechtsaf, zoals wij het noemen, het kantoor in. En dan zitten we in de nagelruimte. Of je komt bij het aannemersbedrijf terecht. Ja. En soms tegelijkertijd? Ja, soms ook wel eens tegelijkertijd. En mijn man die heeft sinds kort een nieuwe kompion. En dan hebben ze heel discussies. En dan zeg ik tegen die mannen. Zeg, heren, zeg ik dan. Oh ja. En dan gaan ze weer verder discussiëren ergens anders. Maar die dames vinden dat alleen maar leuk. Want dan komen de mannen in en uit. En dan krijgen de dames iets aandacht. En we hebben het heel vaak gehad in de show over cross-selling. Ja, dus nagellakjes verkopen, auto's verkopen. Maar dit is de ultieme vorm van cross-selling. Nee, klopt, inderdaad. Want er wordt heel vaak, als mijn man er is, van ja, doe je dan ook aanbouw, uitbouw, opbouw? kan ik je bellen? Of ja, dat gebeurt echt. Ja. Leuk. Ja, dus dat is echt wel een heel grappige interactie. Een prettigere vorm van cross-selling dan in het ziekenhuis. Ja. Dat is een bloeddrukke houdt niemand van. Nee. En die mannen vinden het ook altijd heel leuk om al die dames te zien zitten. Vooral als ze van die hippe jonge meiden zitten. En dan in een kort rokje en een kort blouseje. Oh, wie was dat? Is het dan? En, ja, cross-selling. Dus een gouden combinatie. Leuk. Ja. Ik denk dat we misschien maar... Ja, inderdaad. Iedereen naast is, moet een aannemer. Ja. Nee, doe jij leuk. Veel aan online marketing, jezelf online presenteren? Doe ik wel. Heb ik in het begin zeker ook veel gedaan. En ik post ook regelmatig wat, met name ook als ik mijn training ben geweest. Dat mensen toch weer zien dat ik toch weer met nieuwe dingen bezig ben geweest. Dat ik nieuwe dingen in huis heb. Als de beurs komt, dan post ik de nieuwe kleuren van jullie foto's allemaal. En dat doe ik wel. En dat kan ik ook allemaal zelf. Ik beheer ook mijn eigen website, kan ik ook allemaal zelf. Dus ik ben ook heel handig met computer. Dus dat is, voor mij is dat heel makkelijk. Dus dan doe je het alleen voor je bestaande klanten. Het is niet ook meer om klanten te werven. Nee, want ik zit gewoon echt hartstikke vol. Ik heb een klantenstop. En mensen bellen me ook regelmatig in via. Ze komen van heinde en verder. Ik denk, joh, bij jullie is toch ook best wel een goede nagelstylist. Maar dan willen ze toch bij mij. Ik zit gewoon zo. Het is wel echt heel leuk. Ja, in 3 jaar tijd is dat echt een booming. Wel cool. Ja. Want hoe lang zit jij in het vak? 9 jaar, bijna 10 jaar nu. 10 jaar. Ja, met mijn lessen erbij 10 jaar. Mm-hmm. En 9 jaar dat ik zeg maar mijn opleiding afgerond heb. Maar ik heb ook klantenstop, want ik vind het genoeg zo. Ja. Anders word ik veel te veel. Ik heb een poosje geleden al meer klanten, maar ik zat altijd boven. Ja, dat heb ik gewoon geen zin meer in. Ja, je hebt ook een gezinsleven. Ja, daarom. Ja, anders ben je altijd bezig. Ja, 60 uur werken is leuk, maar 80 uur werken is een beetje veel. Ja. Nou, ik ben gestopt met de avonden. Echt, je hebt helemaal geen klanten meer? Nee, ik doe s'avonds geen klanten meer. Ik was dan 's morgens om 8 uur begonnen en dan was ik 14, 15 uur bezig. Op een gegeven moment kreeg ik rugklachten, overal klachten, geen tijd meer. En ik dacht, ja, wat ben ik nou aan het doen? Nou, verstandig. Ja, dus daar ben ik mee gestopt. En, ik wil straks dan weten of dat heeft geresulteerd in het verlies van klanten. Maar we gaan denk ik eerst eventjes naar Aukje toe, hè? Want Aukje en Jessica zijn er natuurlijk ook vanavond. Dus we komen straks terug. Nou, ik vind het wel leuk om die verhalen allemaal zo te horen, hoor. En ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat bij jou, Sandra, het erg gezellig is soms met die heren die voor je man komen. Dus dat is wel echt heel, lijkt me wel echt heel erg gezellig. We hebben natuurlijk ook weer een aantal dames die weer gezellig zitten te kijken. Net zoals Wanda, die is lekker kolenpops aan het maken en ondertussen aan het kijken. Desiree Nijhoff, hallo allemaal, we zijn er weer gezellig bij. Er zijn heel veel mensen die gezellig zwaaien. Nou, bij deze, namens ons allemaal, zwaaien we eventjes terug. En ook Imka, we zijn er weer, hallo allemaal. Nou, hoi Imka, ook leuk dat je weer kijkt.
Zijn er nu vragen voor onze gasten of voor ons? Dan stel ze gerust, stuur het gewoon onder in de comments. En dan krijg ik ze hier op dit hele schitterende ding te zien. En dan gaan we ze gewoon behandelen voor je. Natuurlijk heb ik deze week ook weer een prijsvraag. En de prijsvraag van deze week is... Waar werkt Anjo nog meer naast haar nagelstudio? Dus wat doet Anjo nog meer naast haar vak nagelstylisten? Wat kun je winnen? De 4 allernieuwste kleuren nagellakken die uitkomen tijdens het open huis. En ze zijn echt onwijs cool. Ze zijn prachtig. Ik heb ze al live mogen zien. En ik wil ze ook. Ik doe geen nagels meer. Ik heb er geen tijd meer voor. Maar ik wil ze ook. Dus zeker even reageren. Dus wat doet Anjo nog meer naast haar vak nagelstylisten? En natuurlijk hebben we ook heel veel reacties gehad op de show van afgelopen week met Rilana. En dat was echt een hele leuke uitzending. Ik wil jullie onwijs bedanken. Wij willen jullie onwijs bedanken voor al jullie leuke reacties hierop. Volgende week hebben we Mirjam Zwart in de uitzending in de Nail Tech. En zij gaat ook prachtige dingen laten zien. Dus zorg ook zeker dat je volgende week in een Nail Tech aflevering zit. En ook deze week heb ik niet stilgezeten, dus ik heb weer wat mooie Facebook-items gevonden. Met natuurlijk het thema nail art, want daar gaat het vanavond allemaal om. Maar we gaan eventjes naar Pepijn, want vanuit Pepijn gaan we dadelijk weer terug naar Jessica. Wat ze voor moois gaat maken, hè? Ja, want voordat we nu naar Jessica gaan, wat we normaal gesproken doen... Jullie hebben natuurlijk alle twee les gehad, hè, van Jessica? Ja. Ja, ja, dus ja. Jullie hebben dat vanaf het begin af aan meegemaakt, denk ik. De eerste les. Ja, maar jij was bij haar eerste les? Ik was bij haar eerste jij ook. Les. Ja, was leuk. Ja, ik denk dat ik er geen één overgeslagen heb. Nee, jij niet. Ik wel. Nou, dat is wel cool. Ja. Dan weten jullie als geen ander wat een leuke en prachtige dingen Jessica maakt. Dus daar gaan we dan gezellig nu even met z'n viertjes en met jullie thuis naar kijken. Ja, ik ben gezellig bij Jessica aangeschoven. Je hebt vorige week ook gekeken, Jess? Ja, dat was mooi, hè? Ja. Prachtig. Ja, heel cool. Hele coole nagels. Awesome. Ja. Maar jij gaat vanavond ook iets cools laten zien. Wat gaan we maken? Ja, we gaan het over nail art hebben en over old school en new school. Ja, wat we eigenlijk altijd doen, vroeger al en nu nog steeds, zijn bloemen schilderen. Nou zijn bloemen best wel moeilijk om te maken. Daar kunnen we natuurlijk de stempelplaten nu inmiddels voor gebruiken, die we heel mooi kunnen inkleuren. Maar ik heb een roos die ik heel vaak zelf schilder, handpainting. Maar dat doe ik met stappen. En als je eenmaal die stappen door hebt, dan is het eigenlijk wel makkelijk. Ja. Ja. Dus je moet even een goed... een esje. Ja, en vanuit daar bouw ik de roos op. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Laten we even gaan kijken. Oké. Ik pak even mijn verf. Ik heb mijn kolenpopje afgelakt met de whitest white. En daarna gekapt met een matte topcoat. En daarna ook weer opgeruwd. Omdat ik dat zelf heel fijn vind om te schilderen. Ja, maar je kunt ook gewoon op de matte topgel gewoon al werken, als je dat prettig zeker vindt. Zeker, als je dat fijn vindt werken, moet je dat zeker doen. Kijk, iedereen heeft zijn eigen dingetje wat ze fijn vinden om te werken. Ja, ik zelf lak hem inderdaad meestal gewoon af met de topgel en daarna doe ik hem met de white block opruwen. Maar dat is ieder voor zich. Ieder zijn ding. Nou, ik laat mijn penseel. Zoals ik al zei, begin ik dus met een S. Schuift het heel even iets aan de kant. Ja, als lig je met je hand in de verf, is ook niet zo handig. Nou, even kijken of mijn haar. Zo zit ik goed. Oké. Ja, je hebt iedere keer prachtig haar, maar je moet met de camera natuurlijk wel opletten. Ja, ik had het vandaag nog best plat eigenlijk wel. Omdat ik wist dat ik vanavond weer live ging. Nou, ik ben dus met een S begonnen. Ik ga ook al zo door, zag je dat? Ja. Ik trek hem nog heel even na met het puntje van mijn penseel. Dit is dus de S. En dan begin ik met het eerste blad. Dan begin ik altijd hier in het hoekje en die trek ik dan door naar deze kant. Die sluit je aan op het laatste stokje van de S. En ik laat hem ietsje overlopen, omdat dat eigenlijk een blaadje is die dan net even tjoep doet. En dan ga ik naar boven. Ik wil dunne lijntjes maken, dus ik zet mijn penseel. Ja, je ziet het nu op beeld even niet, maar je moet heel even je hand inderdaad positioneren, omdat je anders de lijn niet kunt maken. Ja, en dat is eigenlijk alleen maar aan die kant. Nou, dat is het eerste blaadje. En eigenlijk volg ik die S die ik net heb gemaakt. Tweede blaadje. Dan ga ik in het midden van de S. Derde blaadje maken en dan sluit ik hem. Wat ik nu heb gemaakt is eigenlijk het hart van de roos. Als ik hier nou nog een streepje zet. Zie je dat het dan een rozenknopje is? Ja. Nou, als ik hier nou onder...
Want ik wil eigenlijk dat het blad wat eronder is een beetje gebogen gaat liggen. Daardoor zet ik dit streepje en hier breng ik straks schaduw in. Dus dan ga ik eigenlijk weer hetzelfde doen. Ja, dus eigenlijk sluit je hem niet overal helemaal aan, omdat je ook met schaduwen gaat werken. Inderdaad. En de blaadjes die overlappen elkaar altijd. Is het goed te zien? Dus ik stop bij de ene en begin daarachter met de volgende. Eigenlijk een beetje een soort van baksteensgewijs. Ja, ja. Alleen dan met een bochtje erin. Alleen met een bochtje, inderdaad. Eigenlijk is het nu al een hele mooie roos. Ja, zeker. Nou, het probleem met rozen is dat ik eigenlijk nooit kan stoppen. Want ik wil altijd weer meer blaadjes schilderen. Ja, we kunnen nooit stoppen met nail art. Nee, dat is ook waar, inderdaad. Maar ja, vroeger zetten wij gewoon echt die hele nagel vol. He, dat was vroeger. Ja. En nu zijn het toch eigenlijk wel 1-2 elementen die je op een nagel hebt. En ook, ja, het is nu eigenlijk gel polish, he, wat we heel veel doen. Ja, zeker. En vroeger was het eigenlijk zoals die nagels die we vorige week hebben gezien in de show. Dat soort nagels maakten we en daarop ook nog weer schilderen. Ja. Ik zie een berichtje binnenkomen. Je dochter kijkt ook mee, Nomi. Oh, gezellig. Ja, ze zegt hi mams. Hi kind. Gezellig, top dat je kijkt, schat. Nou, eigenlijk heb ik nu alle blaadjes geschilderd. Mm-hmm. En als ik ze nu ga inschilderen. Even voor mensen die iets minder makkelijk vinden om een roos te maken. Hoe bepaal jij nou, heb je een tip voor mensen hoe dat ze goed de ruimte kunnen bepalen? Nou, in dit geval wil ik een hele full cover tip. En het is ook makkelijker om te laten zien. Dus vandaar dat ik hem eigenlijk helemaal vol gooi. Mm-hmm. Ik vind het altijd heel erg mooi om vanuit een hoek te werken naar beneden toe. Dat doe ik eigenlijk meestal. Maar puur nu doe ik hem even heel groot, zodat het even makkelijker is om te zien. Ja, ja, want vanuit een hoek heb je weer een hele andere positionering van je roos natuurlijk. Ja, ja. En altijd natuurlijk de positie van je nagel dat je aan mensen laat zien. Ja. Dus niet dat je de roos aan de onderkant van je tip zet. Maar aan de bovenkant. Dat vind ik altijd een beetje gekker staan. Als je dan zo en je hebt je roos aan deze kant. Aan de onderkant. Dan valt hij er vanaf, wil je zeggen. Ja. Soort van. Ja. Ja. Dat vind ik altijd een beetje raar. Oké, goede tip. Ja. Goede tip. Nou, oké. Ik heb hier een nat druppeltje. En daar ga ik eigenlijk een beetje mee spelen. Ik heb mijn penseel geladen. Ik zet hier een druppeltje. En ik gebruik nu het buikje van mijn penseel om het blad in te schilderen. Ja, je gebruikt echt ook maar heel weinig pigmenten. Ja, maar omdat mijn penseel nat is, kan ik dit eigenlijk in één keer doen. En waar ik wel een beetje voor uitkijk, is dat ik aan de buitenkant van het blad kom met zwart pigment. Waardoor je straks gewoon iets makkelijker nog weer details kunt aanbrengen. Want dit is dan het highlight plekje. Ja. Ja, dus je doet eigenlijk, als je op de roos zou kijken, alleen aan de binnenste lijnen, zeg maar, en zet je de schaduw, de buitenkant van het blad laat je vrij. Ja. Nou, en dit kun je dan nog een keertje weer extra doen, zodat je nog iets donkere pigment krijgt. En dat je dus ook echt schaduwvlekken krijgt. Dit kun je met alle kleuren doen. Ik laat het nu ook met zwart zien, omdat dat misschien het makkelijkste is om het te laten zien. Maar met Bordeaux wordt dit echt een hele mooie vintage roos. Ja, prachtig. Als ik hier nou iets meer zwart neerleg. Ja, dat gebruik je allemaal uit hetzelfde druppeltje, toch? Yes. Oké. Okay. Nou, ik schilder dit nog heel even in. Oh, je ziet echt wel heel veel diepte nu al komen, zeg. Ja, hè? Dat ga ik zo meteen nog even bij alles, bij de rest doen. Ja, want ik denk dat het tijd wordt dat we weer even bij Pepijn en de gezellige dames gaan kijken. Dus we komen zo direct weer terug bij Jessica. Hebben jullie deze roos al een keer gemaakt? Ja. Ja? Ja. Natuurlijk. Heel lastig. Ja. Een van de lastigste dingen die er is. Ja? Ja, en ik vond de roos van Jessica beginnen met een S. Pittig. Ja. De maar, S-roos. Ja, de S-roos. Ja. De S-roos van Jess. Ja, dus ik ben blij dat hij op de stempelplaat staat. Ja. Ja, in ieder geval die outline staat er dan. Ja. Ja. Ik vond het een briljant idee van Jessica. Voordat we naar Aukje toe gingen, vertelde jij dat jij jouw avondklanten, dat je daarmee bent gestopt, omdat je 14 uur per dag werkte. Ja. Heb jij gemerkt dat die klanten zijn afgevallen of heb je die op andere plekken kunnen plaatsen?
Ik wist van één dat die zat met kinderen en werk. En die kon echt niet anders dan alleen op de woensdagavond om 8:30 nog een acrylset met alle nailart die je kon bedenken. En dan bleef ze daarna nog gezellig aan de koffie zitten. En daarvan wist ik dat ze echt niet anders kon dan alleen op een avond. Mm-hmm. En eerlijk gezegd was dat zo'n energieslurpende dame dat me dat eigenlijk niet zo kon bekoren. En de rest van de dames die was allemaal bereid om op een ander tijdstip te komen. En het past allemaal prima in het schema. En ik ben ook heel flexibel dat mensen af willen zeggen, ander moment. Dus ik ben daar ook best wel, ik probeer altijd wel tijd en ruimte voor iedereen te maken. En dat merken mijn klanten ook. Dus die gaan daar dan ook, die hebben daar ook begrip voor. Ja. Ja, want die zeggen ook van ja, als jij 14, 15 uur per dag werkt en ja, je hebt rugklachten en klachten, straks kan je helemaal niet meer werken. Dus dan kan ik helemaal niet meer komen. Dus, ja, ik vraag het om best vaak nagelslissen het spannend vinden, ja, of misschien wel eng, om tot zo'n beslissing te komen. Ja. Terwijl uiteindelijk moet je natuurlijk, jij bent zelf de zaakvoerder en je bepaalt ook zelf je grenzen. Ja. En heb je dat al vrij snel aangegeven of recent pas? Recent. Vorig jaar september, na september ben ik daarmee gestopt. Ik heb het wel ruim op tijd aangegeven. En ik heb gezegd, ik doe het nog in september. De afspraak van september maak ik nog af. En daarna niet meer. En dat heeft wel heel veel rust gebracht. Ook gewoon om andere dingen weer goed te regelen en te doen. En dus ik ben er wel heel blij mee dat ik die stap gemaakt heb. Ja. En daar moet ik ook eerlijk bij zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk ook nog het werk van het aannemersbedrijf ernaast. Dus het is ook niet, net wat Anja ook zegt, het is niet, ik hoef niet de hele week te moeten rammen om een inkomen te genereren. Ja. Alles wat ik ermee verdien is leuk, koop ik nieuwe producten voor en ga ik voor naar cursus, dat leg ik dan doen, uit de lessen, dat vind ik dan leuk. En dan hou ik daar nog wat aan over en dan vind ik dat prima. Dus dat is ook wel een verschil als je natuurlijk gewoon echt heel veel moet werken om je centen goed te verdienen. Mm-hmm. En je huur te betalen, wat ik natuurlijk in mijn eigen huis ook niet heb. Dan zit je er heel anders in. En dan wordt het wel lastiger. Ja, als je vaste lasten omhoog gaan, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar vond je het ook lastig? Nu was het een klant waarvan je zei van, nou, dat vind ik niet zo erg als die afloopt. Maar vond je het wel lastig, want dat lees ik heel vaak ook op Facebook in die forum. Vind je het lastig om dat gesprek dan te voeren? Ja, klopt. Van, oh, joh. Ja, want ik ben een enorme pleaser, dus ik wil dat iedereen altijd ontzettend naar zijn zin maken en dat iedereen met een goed gevoel de deur uitgaat. En dan heb ik ook een goed gevoel. Dus ik vind dat wel lastig. En gelukkig konden alle klanten hadden begrip en die konden op een ander tijdstip. Ja. Speaking of which, jullie zeggen beide, het is iets waar ik echt mijn ei in kwijt kan. Hè? Maar vragen jullie wel een reëel bedrag voor een behandeling? Ja, gewoon. Wat vraag jij voor een opvulbehandeling met een gelpolis erop, 36,50. En daar ben je ongeveer hoe lang mee bezig? Uur een kwartier. Ja? Dus, dat is wel redelijk. En dan stempeltje, 50 cent per vinger erbij. Mm-hmm. Dus simpele nail art, zeg maar 50 cent. Uitgebreide nail art doe ik bijna nooit. Dus dan komt er gewoon nog iets bij. Maar bijvoorbeeld een stempel ingekleurd? Kijk, dan wordt die uitgebreider. Ja, dan wordt het toch wel 1,50 of een euro. Ligt dan hoeveel ingekleurd. Maar dat komt ook bijna niet voor. Mm-hmm. Dus, heb je dat echt specifiek ook op je prijslijst staan? Of ja, die staan allemaal apart. Als dan zeg ik het van tevoren. Als ze dan zeggen dat is dat. Ja, maar dan wordt het wel zoveel. Ja, nou en zeggen ze dan. Ja. Maar dan heb ik het wel gezegd. Ja. Ja. Dus dat zeg ik vaak wel van tevoren voordat we beginnen. Dus ja, dat natuurlijk. Ze weten waar ze aan toe zijn. Want ze komen heel vaak al met een foto of een plaatje aan wat ze ergens vandaan hebben gevist. Ja, dus, en het is grappig dat je dat aanhaalt. Daar gaan we het zo direct even zo van hebben inderdaad. Sandra, wat vraag jij van behandeling? Bij mij is de acryl powder of een gel set afgelakt met gel polish zit ik op 47,50. Mm-hmm. En daar doe ik dan, als ze in dat geval nog nail art erbij willen, daar doe ik dan nail art voorbij. Maar geen handpainting. Als het echt iets handgeschilderd erbij, dan komt het. Ja, dan wordt het een uurprijs bij mij. Dan kijk ik op de klok dat ik begin en dat ik klaar ben. Ja, dat. En dan is het gewoon zoveel per uur. Een steentje of een dingetje of een ombre of een simpel iets, dat doe ik er dan bij voor die 47,50. Ja. En dan, dat vind ik een nette prijs. Dat is bij mij in de buurt ook iets hoger dan de gemiddelde. Maar ik zit ook naast de Zwarte Markt in Beverwijk. Dat is bij mij vlakbij. Ja. Dus dan, als ze dat dan willen, goedkoop en snel. Hoe lang ben je daarmee bezig? Anderhalf uur, een uur en drie kwartier. Ja. Oké, dus dan komt het in uurprijs ongeveer hetzelfde op. Hetzelfde neer. Ja, vrij snel, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Vind ik zelf. Dus, Je bent ook al lang genoeg in training. Ja, daarom. Maar werk ik altijd met dezelfde soort gel. Dus ja, dat doe je. Je kan het in principe op plaats met je ogen dicht. Ja. Dus daar gaan we het ook een keertje over hebben in de Talk Live. Hoe kun je nou nagels maken bijna met je ogen dicht, dus zonder te veilen of zonder te veel te veilen en hem gewoon in één keer perfect te leggen. Ja. Maar dat komt een keertje in tech terug. Goed. Je haalt het al aan dat klanten tegenwoordig met afbeeldingen komen. Ja. Daar hebben we het ook al vaker over gehad, hè? Dat klanten dus
hoe kan ik het nou het beste verwoorden? Is de klant veranderd in de afgelopen jaren? En heb jij daar natuurlijk wat meer over te zeggen dan dat jij daarover te zeggen hebt? Ja, vroeger was het alle tiende vingers natuurlijk. Dat is sowieso al niet meer. Of iedere vinger wat anders, maar wel dat het bij elkaar past. Dus ene steentje, ene glittertje, ene streepje, zo. Dat, maar niet meer zoals vroeger dat je alle tiende vingers helemaal vol... Nee, niet extreme, volle nail art. Maar weet een klant al beter... Ik kom binnen met een afbeelding, met een foto. Soms zeg ik dat ook, mail het anders van tevoren. Doen ze ook wel eens, zo sturen ze een berichtje van, kan dit? Heb je dat? Heb je die kleur? Dat kan wel. Dus dan zet ik gelijk ook al alles klaar. Dat is wel erg makkelijk natuurlijk. Ja, dat is wel efficiënt. Maar ja, ze zijn er ook die binnenkomen. Ja, hoe zacht dat ik gisteren of vanmorgen dat ik vandaag moest. Ja, ik heb niks verzonnen hoor. Dus, en dan mag jij lekker... Je gang? Nou ja, dan begin ik al eens wat voor kleur. Iets blauwigs, iets groenigs, iets rozigs. Ja, en dan je kent je klanten inmiddels al zo goed dat je wel weet of ze er wel wat bij willen. Of alleen maar een glittertje al genoeg vinden erbij. Dus één vinger in de glitter of weet ik van, ja, dan stel je zoiets voor. Dus of een verstempeltje of zoiets. En Sander, hoe is dat bij jou? Ja, hetzelfde. Ik heb natuurlijk maar 3 jaar ervaring, maar dat is 1 of 2 nagels max. En dan, maar weten ze dan wel echt wat ze ja, de meeste wel. De meeste komen echt wel binnen. En heel veel, een aantal dames die hebben toch ook wel... nou, Sam, bedenk jij maar wat. Maar dan wil ik ook wel een richtlijn voor een kleur weten. Ja, dat is wel. En dan, ik bespreek het wel van tevoren. Dus dan zeg ik, nou, ik zeg, vind je dat dan leuk en dat? En als ik dan dat doe, een steentje zo. En dan glimmert hier en een stempeltje daar. En ja, dan is het meestal wel goed. Ja. Ik zeg ook vaak, het moet groeien. Ja. Terwijl je bezig bent. Als ze dan alle tiende vingers wat anders... Ja, wat doen we dan op de duim? Ik zeg, dat zien we straks wel. Ja. Ja, en als je dan bezig bent, dan stel je, oh ja, ja, dat is wel leuk. Maar dat groeit dan. Ja. Mm-hmm. Wil je het van tevoren ook weten? Als ze iets nee, in het hoofd hebben? Nee, dat maakt, nee als het van tevoren sturen, vind ik het prima. Vind ik het leuk, denk ik mee. En dan zeg ik, oh, dat heb ik wel. Oh, die kleuren heb ik wel. Oh, dat kan ik ook. En dan vind ik dat leuk. Dat vind ik helemaal prima. Dan mogen ze altijd appen. Dat maakt me niet uit. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Maar nee, ik heb niet... je kan gewoon komen met voorbeelden. Pinterest is natuurlijk heel spannend. Ja. En ook zie je soms dingen dat je zegt van... Nou, laten we dat niet doen, weet je wel. Ja, hoe ga je daarmee om? Want ze komen natuurlijk ook soms met dingen. Oh, dat zeg ik ook, hoor. Ja, en met kleuren ook. Als ze een kleur uitkiezen waarvan ik denk van... Nou, die valt helemaal weg bij je huid. Of dan is die kleur maakt het net warmer. Of die kleur maakt het... iets cooler, net wat je wil. Ja. En dan zeg ik dat ook gewoon eerlijk. Ook. En dan gaan ze daar wel vaak mee akkoord. Ja, dat is wel dat ze dan denken van... Oh, laat ik dat dan maar niet doen. Of dan zeg ik van, nou, die kleur die is even beter. Of past beter. Ja, dan gaan ze daar wel echt... bij mij is what you see is what you get. En ik ben wat dat gaat een open boek. En ik ga niet zeggen van, nou, prachtig. En ondertussen denk ik van, had het niet gedaan. En zo werk je. Ja, ik vind dat ook heel lastig. Iets te maken waar ik zelf niet achter sta. Nee, precies. Dan wordt het ook in mijn beleving niet echt wat het moet worden. Nee. Dus bij mij is het ook wel, ik ga ook wel voor kwaliteit. Het is niet dat ik afraffel of denk van nou klaar. Dan blijf je maar een kwartiertje langer. Dat maakt me niet uit. Het moet bij mij gewoon. Zie je dat ook veranderd toevallig? Kwaliteit wordt echt beter. Mensen komen bij mij ook echt voor de kwaliteit. Want ik ben in de regio echt niet de goedkoopste. Maar ze komen bij mij echt gewoon. Ik heb 2 vrouwtjes die komen 1 uur met de bus. Een moeder en een dochter die komen 1 uur met de bus uit Hoofddorp vandaan naar mij toe om hun nagels te laten doen. En dan gewoon voor een gel polish behandeling. En dan met een kleurtje of een stempeltje. En dan denk ik van, er zit toch iets tussen Hoofddorp en IJmuiden. Daar zit toch vast wel ook nog iemand die goed is of iets. Nee, kom bij jou. Ja, maar dat heb ik ook. Want ik ben het najaar geopereerd. Dus ja, ik mocht 6 weken helemaal niks doen. Ja. En dan moesten ze, er zijn een aantal, sommigen hebben gewoon gewacht, dan maar die 1 nagels. Ja, doen ze bij mij. Maar een andere zijn toch wel ergens anders geweest, maar het is allemaal zo tegengevallen. Dus ja, ze zei, dat doen we nooit meer, dan wachten we wel of dan maar niks. En het gekke is, ik ben natuurlijk magnetic geschoold, dus ik weet ook gewoon niet beter dan dat de kwaliteit is. Dus ik heb ook helemaal geen ervaring met andere salons of andere mensen. Dat heb ik ook. Dus eigenlijk wil je zeggen dat door het hoge niveau aan kwaliteit wat je biedt en de service, je hebt altijd bereikbaarheid, breidt die faam zich uit en trek je gewoon klanten van heen en ver die prijs ondergeschikt wordt aan de kwaliteit absoluut. Die je levert. En zelf zie ik dat niet zo, want ik vind nog steeds dat ik heel veel moet leren. En ik wil ook heel veel leren, want ik vind het echt fantastisch vak dat 20 jaar eerder moeten beginnen. Ja. Maar dus dat zie ik dan van mezelf niet zo. En andere mensen zeggen dat dan. En dan denk ik, jongens, je hebt gewoon gel polish behandeling netjes afgelakt. En zeggen ze maar, het ziet er toch zoveel netter uit als bij anderen. En dan denk ik echt, heel herkenbaar. Heel maar dat is ook zo, hebben we het hier ook geleerd natuurlijk. Ja, maar daarom zeg ik, ik weet niet beter. Nee, dat heb ik ook. Ja. Ja, maar ik denk ook dat het goed is voor beginnende nagelstylisten. Want ik denk dat heel veel nagelstylisten
hiermee worstelen van mijn prijsstelling en ik moet te veel naar concurrentie kijken, maar vertrouw op de kwaliteit van wat je biedt. Ja, heb ik altijd gedaan. Ja. Want dat verdient ook een prijs. Maar dat heb ik dus ook echt bij mijn man bij het aannemersbedrijf. Dat is gewoon een gerenommeerd goede timmerman. En hij zegt, dit is gewoon wat ik lever. Hij zegt, en daar moet je voor staan. Hij zegt, en als mensen dat niet willen en goedkoop willen, gaan ze ergens anders heen. Ja, en dat vind ik, dat heb ik echt van hem geleerd. Dus dat vond ik wel echt een eye-opener. Ja. Even over die nagels dan van jou. Want we hebben het natuurlijk steeds over nail. We moeten natuurlijk even kijken dan wat voor nail art je maakt. Ja. Hè? Dus laten we even kijken naar het scherm. Kijk. Ik zie hier Poppy Unicorn. Ja, van Yes. Hele mooie, strakke, gelakte nagels. Ja, met die ear manicure. Ja, eigenlijk een beetje een variant op wat Rilana vorige week heeft gemaakt. De boho. Ja, ja, ook gevolgd. Van Aukje. De underwater. Ja. Bohemian. En dit was natuurlijk de gewone workshop van Katharina vorig jaar. Ja, die was ook ontzettend leuk, die gel polish animals. En sindsdien schilder ik heel veel met gel polish. Ja. Veel minder met verf. Oké, ja, snap ik. Jij niet? Ja, nee, ik doe gewoon nog echt allebei. Ik snap het, maar ik doe allebei. Nee, dus ik doe het liefst nou met gel polish. Ja, ja, maar ik moet van Yes natuurlijk altijd met de water. Ja, dat is waar. Want waarom vind jij schilderen met gel polish nou tegenwoordig zoveel fijner? Nou, als je een foutje maakt, je kan het zo weer wegvegen, want je hebt hem nog niet in de lamp gehad. Dus als het toch even niet goed zit, denk je, dan doe ik je eroverheen even opnieuw. En doe je hem 10 seconden in de lamp, dan ga je het volgende stukje doen. Ja. Dus dat vind ik, met verf zit je altijd tegen de tijd, want die droogt. Ja. En met gel polish is dat niet. Dus je kan doorgaan, net zo lang erin blijven roeren tot het goed is. Nou, we gaan ook naar het grootste stuk van jou kijken, Anjo. Eens kijken. Hele herkenbare nagels, dit zijn de nagels dat ik van Shea. Ja. Heel mooi, de rhinestones, prachtige strassteen bouillons. Dat is wel met verf. Ja, dit is handpainting met verf. Ja. Dat is ook met verf. Ook verf. Dat is ook met verf. Ja, was je helemaal geïnspireerd, hè? Dat is van alles ik denk dat ze voldoende keuze hebben als ze bij jou in de salon komt. Dit is prachtig. Dat is met acryl. Ja, het is echt schitterend. Dus je gebruikt alle technieken? Alles, ja. Ik heb ook alle lessen gedaan, dus je kan alle technieken ook wel. Dus dat is wel makkelijk. Ik doe alles door elkaar heen. Ik gebruik alles door elkaar. Gebruik jij ook acryl? Ja, alles. Ja, ook alle technieken, alles door elkaar. En, en dat vind ik ook wel. Ik vind het aantal producten dat er is. Ik vind ook je kennis van productkennis moet echt gewoon. Er is zoveel en je hebt er zoveel baat bij als je al die producten kent en weet wat ze doen. Ja. En dat vind ik ook wel leuk om te zien. Je neemt alleen je afvlakproducten, alleen je topjas over, keuzes je hebt. En, ja, vind ik, je moet gewoon weten waar je mee werkt. Ja. Ja, zeker. Toen Aukje en ik nog les gaven, was het ook echt bij ons het motto. Zorg ervoor dat je weet welke techniek je het makkelijkst met welk product kan doen. En op welk soort nagel. Ja, en op welk soort nagel. Nou, even oefenen. Oefenen. Ja. Maar dat heb ik ook meegemaakt aan de lijf. Hè. En daarvoor gaan we ook even terug naar Aukje. Want Aukje, we hebben ook echt geoefend tot we er knettergek van werden. Hè? Nou, ik kan inderdaad nog wel een verhaal vertellen erover. Ja. Dat oefenen was inderdaad huilen in min 16 Sint-Petersburg dat ik naar huis wilde. Maar goed, we hebben het uiteindelijk geleerd. We hebben doorgezet. En dat is eigenlijk ook een ding met nail art. Vind je het heel leuk om te doen, maar kun je bijvoorbeeld alleen maar een harkpoppetje tekenen? Is helemaal niet erg, want je moet er gewoon voor openstaan. Veel trainen, veel oefenen. En dan kom je daar vanzelf wel. En we hebben hele leuke reacties, waaronder ook van Karin Jansen. Erg gaaf, Jessica. Nee, goed, Karin, we gaan dadelijk nog heel even bij Jessica kijken. Maar het wordt inderdaad prachtig weer. Aletta, die krijgt weer meteen zin om zelf te gaan knutselen. Dat heb ik nou ook altijd na elke uitzending. Dan denk ik, ja, ik heb weer zin om lekker te gaan zitten vreubelen. En ik heb ondertussen ook een vraag binnengekregen van Anneke. En die is dan voor Anjo en Sandra. Anneke die vraagt, zeggen jullie ook wel eens dat het iets anders wordt dan het voorbeeld? Dus als je nu een klant krijgt met een foto, een voorbeeld nagel wat ze graag willen, hoe pakken jullie dat aan? Bespreken jullie dat met de klant? Ja, ik wel. Ja. Ja, 9 van de 10 keer lijkt het erop. Ja. En kan het ook gewoon zijn wat het is. Ik zeg ook altijd, het geeft niet garantie dat het precies hetzelfde wordt. Want het blijft handwerk. Ja. Dus het kan er altijd iets anders uitzien. Ja.
Ja, ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is om dat inderdaad aan te geven. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen handtekening, zeggen we dan altijd. De krullen van Jessica zijn ook weer heel anders dan de krullen van Pepijn of de krullen hoe ik ze maak. Dus exact kun je het nooit namaken, maar je kunt inderdaad wel gewoon heel veel inspiratie halen uit het voorbeeld wat je klant aandraagt. En natuurlijk ook gewoon heel veel inspiratie halen uit gewoon onze mede-nagelstylisten. Dus hoe dat zij bepaalde dingen doen, waarbij jij dan weer bijvoorbeeld een ander kleurtje gebruikt of dat soort dingen. Ik zie ook dat er heel veel duimpjes en hartjes voorbij komen voor de foto's van Anjo en Sandra. Dus dat is natuurlijk onwijs leuk. En zoals beloofd zou ik jullie ook nog wat dingen laten zien die op Facebook voorbij zijn gekomen. En laten we er even naar kijken. Nou, ook Catharina Conchard is onwijs geïnspireerd geraakt door de stempelplaten van Jessica. Dus ook zij gebruikt de stempelplaten. Prachtig zwart-wit. Ja, ik blijf dat ook altijd wel heel mooi vinden. Zeker ook bijvoorbeeld op een hele korte salonnagel. Want je krijgt een heel mooi contrast. En Cerisa heeft een onwijs toffe workshop gedaan waarbij ze dus Mickey's en Donald's is gaan schilderen. Ook iets wat nog heel erg hip is op dit moment. En wat we heel veel voorbij zien komen zijn nu de bolrozen. Prachtige rozen, helemaal opgebouwd met gel, heb ik inmiddels begrepen. Want ik begreep in eerste instantie helemaal niet hoe die dingen opgebouwd waren. Maar ik ben er heel even ingedoken en je kunt ze echt op een onwijs toffe manier maken. Het is wel even oefenen, maar wanneer je het echt een aantal keren hebt gedaan en de juiste kleuren gebruikt en dus ook daardoor de juiste schaduwen kunt creëren, kun je dit onwijs coole ontwerp gaan maken. Maar ik ben eigenlijk wel eens benieuwd wat Pepijn en de dames van deze bloem vinden. Ja, ik zag dit denk ik een paar weken geleden. Ik denk 3 weken geleden. Ja, zo. Ja, ik loop. Plotseling langs. Gelijk geprobeerd. Hartstikke leuk. Had je meteen door hoe het zat? Ja. Ja? Oh. Het is niet moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Maar dus ik dacht echt, wat hebben ze dat dan gedaan? Even op YouTube ook gekeken, wat inspiratie. Maar het is eigenlijk, het ziet er heel ingewikkeld uit, maar het is heel simpel. Ik vind het echt heel mooi. Dit is zo, maar je moet wel oppassen dat ze niet te groot worden, want je gaat gauw te lang door. Dus dan heb je... Heb jij er al in gemaakt? Ja. En het is gewoon, voor op een nagel, het zijn echt dikke bolletjes. Ja, het is te groot. Het is echt te groot. Het is leuk voor een show nagel en dan een foto, maar het is echt... Ik denk na een week droog liggen. Ja, oh, als je hem pakken in je broekzak haalt. Je moet een half potje op die nagel leggen om hem vast te maken. Als je het dan ziet en de anderen slijpen hem uit. En maar het is heel leuk. Het is wel leuk om te maken. Ja, het is in ieder geval wel, geef weer een andere dimensie. Ja, je gaat toch proberen. Ja, dat soort dingen ga ik ook proberen. En ik vond het prachtig om te zien. En luister, met acrylbloemen hoor je ook vaak dat mensen bang zijn dat ze erachter blijven hangen. Dus dan is dit wel een goede oplossing. We gaan lekker even kijken hoe het dan plat gaat. Met de platte roos van Jessica. Ja, wat vind jij eigenlijk van die bolrozen, Jessica? Ik vind ze prachtig. Heb je ze zelf ook al gemaakt? Nee, dat niet. Maar ik vind het echt super mooi. Misschien dat we het in Hardenberg eens moeten gaan proberen. Ja. Dan zitten we lekker zo in het weekend een beetje samen. Kunnen we misschien even kijken of dat we tijd kunnen maken om zo'n roos ook te gaan freubelen? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat we ontiegelijk druk krijgen. Ja, nee, dat. Maar ik bedoel, s'avonds natuurlijk, na de beurs. En dan als we dan gezellig met een borreltje erbij. En dan gaan we gewoon die roos mooi maken. We gaan het gewoon proberen. Nooit geschoten, altijd mis, toch? Inderdaad. Hoe is jouw roos verder? Want hij is prachtig. Ja, ik heb hem inmiddels een beetje verder ingeschaduwd, zoals ik net al heb laten zien. En ik heb ook een paar blaadjes er al achter geschilderd. En die wil ik dan aan deze kant nog even laten zien. Dus ik heb het midden van het blaadje, het streepje al gemaakt. Je maakt blaadjes altijd eerst met de centerlijn, dus met de middenlijn? Ja, vind ik makkelijker, omdat ik dan al weet waar mijn blaadje naartoe gaat. Oké. Nou, als ik dat hier nou ook doe. Zo. Nou, dan heb ik weer dat natte druppeltje op mijn peperpelletje. En dan met het buikje van je penseel. En die blend je ook gewoon in met zwart? Ja. En als ik dan de ene iets donkerder wil hebben, dan ga ik er nog een keertje in. En dan herhaal ik die stap eigenlijk. Ja, want die maak je eigenlijk iets donkerder omdat die achter de bloem komt te liggen, toch? Ja. En achter het andere blaadje. Precies, precies. Misschien omdat die hier, daar hangt net een blaadje overheen natuurlijk, dus daar ook ietsje meer schaduw. Heb je nou een goede tip over hoe dat je kunt bepalen waar je je schaduwen neerzet? Ik kijk altijd heel erg naar het... In dit geval de roos die ik heb geschilderd. Dat ik ook echt kijk waar dit blaadje dan ligt. Ja. Omdat deze over het blaadje heen hangt, dan moet daar gewoon schaduw in zitten. Ja. Dus je moet ook echt gewoon heel erg goed kijken hoe licht werkt. Wat ik ook heb gedaan in alle blaadjes, niet alle blaadjes, zijn de nerfjes. Ik weet niet of dat goed te zien is op camera. En het blad. En die moet je echt...
Ja, ik krijg vanuit de regie te horen dat het gewoon goed te zien is, yes? Oh, super, super. Dus ik zweef nu eigenlijk, en omdat mijn penseel heel nat is, ja, zweef ik met de voorste haartjes, echt de buitenste haartjes, om hele lichte nerfjes in dat blad. En zie je dat ik hem een beetje gebogen maak, waardoor je ook weer nog een keer extra kunt aantonen dat het blad ook gebogen loopt. Ja. Dus je brengt hier diepte in, waardoor die al dit gaat doen. Ja. En omdat je het blad eigenlijk volgt aan alle kanten met de nerfjes, kun je ook nog weer extra dimensie geven aan je design. Ja, maar je gaat wel, zeg maar, de lijntjes maak je allemaal dezelfde kant op, toch? Ja. Ja. Maar dit blad wil ik dan, hè? Dan ga ik die kant op. En ja, zo volg ik eigenlijk elk blad. Nou, en als ik dat dan helemaal klaar heb, ik heb hem al voorbereid. Ik heb hem in dit geval met een matte topcoat afgelakt. Mm-hmm. Omdat ik dat eigenlijk wel een heel mooi eindresultaat vind geven. Dan wordt hij heel erg stoer. Ja, prachtig. Ja. Dit kun je eigenlijk gewoon op elke gel polish kleur zetten, toch? Op elke ondergrond? Zeker, zeker. Ik had er ook één, want soms heb je ook moeilijke kleuren, vind ik zelf. Ik vind rood tinten echt heel moeilijk. En dan rood in de basis bedoel je? Of? Ik hou van rood. Maar stel je bent al even leuk bezig en je hebt ze eigenlijk, en meestal doe je je artje op je ringvinger. Ja. En die heb je al met Meander Red gedaan. En je klant zegt, oh, maar ik wilde eigenlijk ook nog wat leuks op. Nou, daar zit je dan. Dan kun je het eraf halen. Of het een ander kleurtje overheen doen. Uh-huh. Of denken van ja, deal with it. Wat gaan we hiermee doen? Ja. Kan ik ook een voorbeeld van laten zien. Ah, dan gaan we even naar de andere camera. Even op de top view. Daar heb ik dus eigenlijk hetzelfde gedaan. Dus weer die zwarte outlines. Maar omdat de Meander Red ook een beetje een oranje tint heeft. Ja. Heb ik met oranje de blaadjes ingeschilderd. En met geel gehighlight. Ja, heel mooi. Ja, zo laat je eigenlijk ook de kleur van de nagel weer een beetje terugkomen en in het nailart. Ja. Ja, inderdaad. Ja, heel mooi. Dankjewel. Nou, je gaat straks nog een hele snelle variant van de rood laten waar zien. Waar je fantasie voor moet hebben. Ja, ja. Maar dat moet vast helemaal goed komen. Dat kunnen wij, absoluut. Ja, dat kunnen we zeker. We gaan gezellig terug naar Pepijn. Ja, wij zitten hier echt met z'n allen enorm te genieten. Hè? En dan wil ik 36 uur in een dag, want ik dus ook nog 12 uur gewoon lekker kan gaan zitten oefenen, zeg maar. Ja, want oefenen is natuurlijk wel heel belangrijk bij dit soort dingen. Ja. Ik heb het net over gehad natuurlijk. Hoe zit dat bij jullie? Maak jullie tijd om te oefenen? Of oefen je op je klant? Is je klant je levende model? Nee. Of is je oefening in de training bijvoorbeeld? Nee, ik doe wel... Ja, vroeger kregen we natuurlijk altijd huiswerk. Mm-hmm. Nou, dat maakte ik altijd trouw, want ik zorgde echt dat ik die 5 tips gemaakt had... Want dan oefen je gewoon heel veel. Mm-hmm. Dan haalde, vond ik zelf, dan haalde ik het meeste uit de lessen. Ja. En nu, ja, ik zit op showtips een beetje nog te oefenen. En daar kiezen de klanten dan ook uit. Ik heb een heleboel van die colourpops liggen en allemaal van die ringen dus met allemaal dingetjes. Tips worden je showtips voor je klanten. Ja, en daar kiezen ze meestal uit. Ja, ik ga niet op de klant zelf oefenen. Ja, of bij mijn moeder. Ja, bij CN dan. Ja, dus bij één model, maar verder toch echt op tips. Ja, en ik krijg ook van die pop-up ideeën van... en dan denk ik, oh, die combinatie met die kleur, met die stempel of dat... en dan zit dat in mijn hoofd en dan op een gegeven moment heb ik een moment... en dan gaat het eruit en dan, nou, dan leg ik zomaar 4, 5, 6 tips neer, 10 tips neer... dat ik denk, dat zit in mijn hoofd en het moet eruit. Mm-hmm. En dan vooral, ik ben heel erg benieuwd naar kleurencombinaties en... glitters over kleuren en dan zit ik dat allemaal uit te proberen en te doen en dan een stempel in de verschillende kleuren en inkleuren en dan is dat uit mijn hoofd en dan is dat een tip en dan ligt dat, ik heb een bakken vol van. Ja, ik ook. Ja. Ga er echt voor ik heb alles nog bewaard, dat is allemaal nog. Dat is leuk. Ja, vooral op woensdagavond bij Nail Talk Live, dan staat dat op mijn telefoon en dan zit ik dat... Ja, nu je dat zegt, ik heb ze allemaal nog. Misschien is dat wel leuk om een keertje aan jullie te laten zien. Ik heb ook nog allemaal dozen vol met tips. Door de jaren heen, hoe heeft die nailart zich nou ontwikkeld? Ja. Want ik heb ze ook echt allemaal nog uit alle lessen en uit mijn eigen, toen ik zelf aan het oefenen was. De tijd vliegt, dus we hebben wat stellingen voorbereid. Ja. Wat stellingen voor jullie alle twee. En de eerste tijd een beetje in met waar we toen net zijn gebleven natuurlijk. Hè? Met die bolbloemen. Trends zijn tegenwoordig heel vluchtig. Die bolbloem 3 weken geleden online, vorige week zag je het overal en nu is het eigenlijk alweer bijna gepasseerd. Ja.
kunnen klanten nog wel 3-4 weken lang tevreden zijn met de nail art die je maakt? Of gaat het sneller vervelen doordat ze heel erg worden geprikkeld van buitenaf? Nee, dat denk ik niet, want ze kiezen dat zelf uit, iets wat ze mooi vinden. Dus dan is 3-4 weken niet zo lang. Ja. En in die tussenperiode kunnen ze weer wat anders tegen. Ja, ze zitten zelf ook op social media, dan zien ze wel weer wat anders. Ja. Dat is voor hun nieuw. Voor ons is dat misschien al oud. Ja. Want ja, je hebt inmiddels zoveel vriendjes, zeg maar, op Facebook, wereldwijd. Dus jij bent veel meer up-to-date. Ja, jouw input is gewoon. Ja. 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 Dan bij die mensen. Ja. Dus bij je klanten. Dan, ja. Ja, en dat is voor hun allemaal nieuw. En wij zijn natuurlijk, ja, ik vind alles interessant, dus ik wil ook alles zien. Ja, dus ik kijk dat ook allemaal. Dus ik kijk daar heel anders naar als dat mijn klant het een keer voorbij ziet komen. En je wil ook weten, denk hoe alles, hoe het gaat. Ja, dat heb ik helemaal, ook. Ja. Je ziet wel dat ze echt van hoe hebben ze dat gedaan. Maar ja, vorig jaar natuurlijk met de chromen, dat was natuurlijk echt... Ja, dat was een hype. Ja, en dan hebben ze het een keer gehad en mooi, klaar. Boring, zeggen ze. En dan was één keer en niet meer. Dus dat zijn van die dingen dat je... En daar ga je nu dan mee spelen op andere manieren om toch weer dat chromen een beetje of die holographics erin te krijgen. Want die hype is over. En hebben we dat gehad, dat hebben we gezien dat er een keer ingepoetst is en dan hoeft het niet meer. Mm-hmm. Ja. En dat is wel een hype die natuurlijk wereldwijd echt heel erg trendy geweest is. Die ging heel hard. Die ging heel hard, En voor jullie persoonlijk, word je door die hypes heel erg getriggerd om dingen te doen? Ja, ik wil weten hoe ze het gedaan hebben. En dan ga kennis. Ik echt... Ja, kennis. Hoe. Net als met die bolbloemen. Had ik ook, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, ik ben ook gaan zitten zoeken. Ja, en dan ga ik zitten zoeken en dan ga ik het gelijk proberen, want ook omdat je weet dat je dan al te laat bent. Ja. Met het erop zetten. Ja. Want het gaat allemaal zo snel. Ja, op YouTube staat het volgens mij al voor dat het bedacht is. Nee, er stonden nog maar één of twee filmpjes kon ik ervan vinden. Okay. Dus dat ging, ik was er heel snel bij. Maar toen was er gek twee van die tipjes gemaakt. Ik denk, wat wil ik dan? Ook wel een beetje snel op Facebook hebben, gewoon voor mezelf. Ja. Maar dan heb ik als een gek s'avonds nog eentje gemaakt. Mm-hmm. Want eentje erop zetten vond ik niet leuk. Ik wou er twee hebben. Maar, dat is natuurlijk ook wel iets. Leidt social media en het gedrag, de mensen die dat allemaal volgen, stimuleert dat werkelijk je creativiteit? Of heb je steeds het idee dat je de race in een race bezig bent? Want je zegt, ik wil hem dan online zetten, ik ben te laat. Met die hypes wel. Dus ik vind wel, ik volg de volledige social media, alle kanalen en ook alles op nagelgebied en ik word erdoor geïnspireerd. Ja. Dat vooral. En dan haal ik eruit waarvan ik denk, daar hebben mijn klanten iets aan, want ik ken mijn klanten, ik ken de producten, dus dat vooral. Er zitten natuurlijk ook hele foute dingen bij, dat je echt denkt van, wat, nooit. Maar dus ik haal mijn eigen inspiratie. Maar die hypes wel, dan heb je wel toch het idee. Ja, daar komen wel vragen naar, maar ik kan ook uitleggen, sommige hypes, dat is of niet gezond, of laten we het niet doen, of het ziet past niet uit, bij, het past niet. Weet je, die bolletjes ook hartstikke leuk, maar het is niet draagbaar. Nee. En dan staan ze met 2 dagen, het ligt eraf. En dan denk ik, daar hebben we allemaal niks aan. Ja, als een klant om nail art vraagt, want dat vraagt natuurlijk, is dan uiteindelijk de keus van de klant bepalend of jouw eigen smaak? Klant. Altijd de klant? Vind ik, ja. Je stuurt het wel een beetje bij. Maar ik heb toch altijd zoiets, klant is koning. Hij of zij wil dat hebben. Dan stuur je wel een beetje met de kleur bij, van dat past niet mooi bij je huid of... Maar dan ga je toch wel die kant op, want daar vragen ze om. Ja, meer een adviserende rol. Ja, vind ik wel, ja. Maar als ik het echt niet vind passen, dan geef ik dat ook aan en dan zoeken we naar een andere combi. En iedereen die accepteert dat ook. En je kan het uitleggen. Ja, ik kan het uitleggen en dan gaan ze daar wel, maar ik heb toch een mevrouw die dan toch zegt, nee, ik wil echt dat blauw met dat wit, aan één witte nagel ertussen. Nou ja, dan krijgt ze dat. Ja, ja. Als ze dat zo graag wil, dan Nou, ik heb een keertje een klant gehad die zei, ik wil echt geen groen. En ik was aan het nail art, ik keek na een uur op om te vragen wat ik ervan vond. Al die nagels waren helemaal groen. Dus ik vond het wel mooi, maar het gebeurt ook wel eens onbewust natuurlijk. Ja. Dan heerst er ook een beetje een idee in de nagelbranche. Toevallig hadden we het daar een paar weken geleden over. Iemand die heel goed in nail art is, maakt niet altijd de perfecte basisnagel. Of als je heel goed bent in het maken van die perfecte basisnagel, is het lastig om die slag naar nail art te maken. Omdat dat twee verschillende kanten van de medaille zijn. Ik zie jou een beetje... Ja, één kant wel, één kant niet. Je, zonder goede basisnagel kun je geen goede nail art neerzetten, denk ik dan. Ja, maar tegenwoordig... En uiteindelijk heb je allemaal je opleiding gehad, neem ik aan, waarin je de basis geacht daar wordt begin te kennen je mee. Aan het einde. Want anders dan je begint niet met nail art, je begint met de basisnagel, lijkt mij. En nail art kan tegenwoordig ook heel makkelijk zijn, met een stempel. Ja. Dus dan moet iedereen...
En dan moet die basisnagel wel goed zijn. Want ja, dan wordt die stempel ook niet mooi. Zonder goede basisnagel kun je nooit een goede Nederland neerzetten. En als je basisnagel niet goed zit, dan heb je ook niks aan je Nederland. Dus ik denk dat het wel een combi is. Ja. Ja. Je kan heel leuk kunnen schilderen, handpainting, alles. Maar als je basisnagel niet goed is, dan heb je een leuke gemaakt. En dan morgen ligt je... Nee, maar dan ziet het er ook niet mooi uit. Nee. Dan heb ik nog twee kleine, voordat we naar Aukje gaan. Vinden jullie dat als je nail art maakt waar steentjes vanuit zijn gevallen bijvoorbeeld, of bouillons, hè, dat soort nail art met strassteentjes, bouillons, valt het ten alle tijde onder reparatie om dat te herstellen bij een klant als ze dat kwijtraakt? Garantie of reparatie? Ja. Valt het onder garantie, die reparatie, ten alle tijde? Ja, niet ten alle tijde. Nee, niet ten alle tijde. Maar... Ik had toevallig vanmiddag een klant, er was wel leuke, ze hadden leuke strikjes opgemaakt, wilde ze per se zelf, 3 keer uitgelegd, het blijft hangen, het steekt, allemaal hartstikke leuk. Ja, ik wil toch dat je ze eraf haalt. Nou ja, ik heb ze eraf gehaald, maar dan gaat het ook wel gewoon betaald worden, ja. Dan is het gewoon deel van een nieuwe, het verwijderen. Echt een grote steen willen, dan zeg ik ja, geen garantie, want dan weet je gewoon van tevoren al dat hij eraf gaat vallen. Ja. Ja. Kijk, zijn het met kleine steentjes, dan ook, ja, ook wel iets oké. Maar soms hangt het wel eens in het midden, wel of niet. En ik geef dan altijd de klant voordeel van de twijfel en dan mogen ze mij vertrekken van joh, prima, het is goed zo. En ik weet dat ik ze echt goed vastzet. Maar soms wil de bovenkant nog wel eens van het onderkantje loslaten. En dan, dan ligt het garantie, reparatie, ligt dan ook in het midden. Dus het is altijd een beetje gevoelsmatig ook. Ja. Heb je altijd dezelfde klanten terug? Ja, precies. Ken je klanten? Ja. Weet je, en aan de andere kant denk ik... heb ik het dan van die reparatie van die 2 steentjes... Ook, kan ik het ook niet verdienen voor een week. Hè? Ja, dus dan denk ik, dan maar de klant tevreden de deur uit. Ja. Goede reclame. Ja, ze komen al jaren. Ja. Dan heb ik ook zoiets, tegemoetkomen. Ja. Ja. Dan voordat we naar Aukje gaan, nog even snel. Vinden jullie dat nail art jullie heeft geholpen jullie te onderscheiden van jullie concurrentie? Is dat daar ook echt een bepalende factor in geweest? Bij mij wel, ja. Ja, denk het wel. Ja, bij mij gewoon het hele totaalplaatje, denk ik. Het hele totaalplaatje, en jij zit ook echt totaalplaatje, maar wel. Ja, ik ben wel de enige bij mij in de regio die dit een beetje... Ja. Ik heb er ook altijd in geloofd. Dus we gaan naar Aukje toe, om nog even te horen wat jij aan het doen bent. Ja, want ik heb heel veel reacties binnengekregen. Ingeborg, die zit op dit moment op Schiphol mee te kijken. Die vliegt naar Zweden, waar ze les gaat geven. Dus in goede vlucht. En Anneke, die zegt mooie nail art. Anneke vindt ook de shownagel, dus de bolbloem, heel erg mooi, maar niet voor gewoon gebruik. Ellie geeft nog aan, Ellie Besselink, ze zijn super om te maken. En je kunt ze ook wel wat kleiner maken, waardoor dat ze ook heel mooi zijn. Dus nou, misschien moet je dat dan een keer proberen. Die heeft het meteen uitgeprobeerd en is heel erg leuk om te maken. Dan hebben jullie natuurlijk van mij ook de prijswinnaar te goed. Van de prijsvraag van welk werk wat Anjo naast haar baan als nagelstyliste doet. Het juiste antwoord daarvoor moest zijn, ze werkt in het ziekenhuis. En we hebben een heel origineel commentaar gehad van iemand die heel goed heeft opgelet. Want haar antwoord was namelijk, in het ziekenhuis, ze loopt regelmatig met 3 telefoons op zak. Dus je hebt heel goed opgelet. Imka Kersten, van harte gefeliciteerd met je gewonnen prijs. En je ontvangt van ons de 4 allernieuwste nagellakken die pas met het open huis uit gaan komen. Als je ervoor zorgt dat je mij heel eventjes die gegevens toestuurt naar info@nailtalklive.com, dan zorg ik dat ze morgen nog naar je opgestuurd wordt. En dan heb je ze zeker dik een week voordat het open huis is. Dus ben je als eerste die ze in huis heeft. Imka M. Kersten, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk gaan we ook heel even kijken bij Jessica, want ik ben heel erg benieuwd naar die snelle roos. En we gaan heel even naar de topview, zodat we alvast goed kunnen gaan bekijken. En dan ga ik daarna gezellig bij Jessica zitten. Ja, inderdaad. Nou, de snelle roos moet heel erg snel, aangezien het al laat is. Oké, gebruik je fantasie en maak eigenlijk een vlek. Dus eigenlijk de roos al, de vorm van de roos. Ik gebruik hier 3 kleuren voor. Dus dat doe ik met oranje. Niet alle 3 tegelijkertijd, hè? Ik ga heel even je paletje erbij schuiven, zodat de mensen heel even kunnen zien wat voor... Oh, de goede kant op, Aukje. Dus dit zijn de kleuren die je gaat gebruiken. Ja, heel waterig. En ik volg eigenlijk een beetje in rondjes, hè, zoals die blaadjes van een roos ook vol lopen. Het is ook helemaal niet erg als je misschien nog een beetje van je roze of van je geel, want dat blendt wel in.
Dat het een beetje vlekkerig wordt, dat maakt niet uit. Inderdaad. Dat is eigenlijk juist de bedoeling, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, terwijl ik even wacht tot dit droogt, maak ik alvast hetzelfde met groen, het vlekje. Dat wordt dan het blaadje. Dus eigenlijk de vorm van het blaadje ga ik nu... Het is echt aquarellen wat je nu doet eigenlijk, hè? Ja. Nou, ik wil hier achter ook nog een blaadje, die wordt wat donkerder. En dit zouden we denk ik wel echt adviseren om dit op een lichte basis te doen, hè? Ja, komen de kleuren sowieso altijd mooier uit. Ja. Ik vind dit ook altijd zo leuk om in de salon te doen. Want als je hier dus mee bezig gaat, dan zie je klanten ook echt kijken, of eigenlijk voel je ze kijken. Van, ja. Ik weet niet wat dit moet worden hoor, maar... Hè? Ik dus snap helemaal wat je bedoelt, ja. Ja, en wat ik nou als outlined voor deze roos wil gebruiken, is de Deep Bordeaux. Die vind ik daar dan heel mooi bij. En eigenlijk doe je nou diezelfde stappen die ik net heb laten zien met dat zwart. Maar nu al op dit gevlekte oppervlakte. Ja, dus je gaat nu eigenlijk weer beginnen met je S. Met de S weer. Het is natuurlijk wel een iets kleiner roosje nu. En dan kijk je gewoon naar je vlekjes. En denk je, hé, deze kan wel het buitenlijntje al worden. En volg die vlekjes. Dus je gaat eigenlijk aan de hand van de vlekken ga je bepalen waar je je lijnen neer gaat zetten. Oké. Okay. Mochten jullie dames thuis zich nu afvragen hoe dat je dit bijvoorbeeld maakt wanneer je wel een donkere ondergrond hebt, dat kan natuurlijk wel, alleen dan moet je zorgen dat je eerst een witte verf bijvoorbeeld in de basis gebruikt. Dus dan maak je eerst een witte vlek, die laat je drogen en daar ga je dan vervolgens met je kleuren op werken. Want dat wit zorgt ervoor dat het kleur weer omhoog gehaald wordt. Ja, zeker, zeker. Nou, als ik nou hetzelfde ook even doe bij het blaadje. Ondertussen hebben we van Samantha van de Nieuwenhuizen. Die vindt het allemaal weer prachtig wat je maakt, Jess. En Imka vindt het super gaaf. Desiree, zo mooi, met heel veel O's. Dus ik denk dat ze het prachtig vindt. En dan Aisha, en super mooi, Jessica. Maar we hebben natuurlijk ook nog volgende week een hele leuke gast. En volgende week is onze gast Mirjam Zwart. We gaan heel even kijken. Ja, en volgende week gaan we met Mirjam hebben over opleidingen, onder andere. Hoe belangrijk is dat? En alles wat daarbij komt kijken. Maar ze gaat ook een prachtige nagel laten zien, namelijk de French Twist. Dus zorg dat je zeker volgende week ook weer bij de Nieltech-uitzending aanwezig bent om gezellig mee te kijken. En Jessica heeft de eindresultaten. We gaan even kijken. Oh, het is magie. Het is magie. Nou, ik ben snel, hè? Ja, je bent razendsnel. Echt super. Wauw. Nee, ik heb dit natuurlijk echt voorbereid. Mooi. Maar we zitten een beetje in de tijdnood. Anders had ik hem echt helemaal graag willen laten zien. Ik heb het dus herhaald. Nog een roos eronder. En ik heb onder ingeschaduwd, omdat ik dan toch een beetje kleur mis. Omdat het toch een witte ondergrond is met de emerald. Ik vind dat een hele mooie kleur om schaduw te maken. Ja, Charissa zegt dat je een echte kunstenares bent, Jess. Oh, dat ben ik helemaal met haar eens. Dankjewel. Ja, het is prachtig. En ze heeft ook nog de eindresultaten van de andere roos, dus misschien kunnen we daar ook nog even naar gaan kijken. En zo heb je eigenlijk toch wel 4 verschillende designs. En als je nou echt gewoon heel veel tijd over hebt en denkt van, we gaan gewoon weer old school nail art. Oh ja, die is prachtig. Is natuurlijk wel iets meer werk, maar ik hou hier zo van. Met die strik er ook bij. Hij is schitterend. En de waterdruppeltjes. Ja. Ik weet nog dat ik die toen voor het eerst maakte. En dat mijn man elke keer, want de salon zit aan huis bij ons. Ja. En dat ik elke keer dacht, potdomme, het lukt me nog een keer. Het is net echt. Yes. En dat hij zei, wat is er? Ik vond het zo bijzonder, die waterdruppeltjes. En dan sta je in de salon, doe een dansje. Ja. Doe een dansje. Inderdaad, ja. Ja, onwijs leuk. Het is tijd dat we weer naar Pepijn gaan. Je bent er natuurlijk over 2 weken ook weer, hè? Zeker, gezellig. Gezellig. Ja, echt prachtig, Jessica. Maar wat jullie thuis niet weten, wat ik wel weet, en Jessica en wij ook natuurlijk. Jessica doet morgen en overmorgen haar eerste echte fotoshoot full cover voor ons. Dus Jess, vind je dat spannend? Nee.
helemaal niet. Ja. Nee, ik vind het eigenlijk wel een heel klein beetje spannend. Ja, maar ik weet ook, het lijkt me gewoon super om het mee te maken. En ik ben heel benieuwd. Ik kan niet wachten. Ja, we hebben een heel bijzonder model. Natuurlijk onze vaste stylist Palappa. En je gaat iets heel moois maken. We maken posters van voor het beursseizoen wat begint in september. Dus dan zien jullie thuis ook allemaal wat jullie hebben gemaakt. En Jessica, ik weet zeker, het wordt prachtig. Want we zijn niet anders van je gewend, maar het wordt wel typisch jij. Ja. Dus niet te vrouwelijk, heel... Hoe kun je dat beste zeggen? Ja, stoer. Ja, dan verklap ik misschien te veel. Ja, niet verklappen. Nee, precies. Maar stoer... Stoer, maar toch vrouwelijk. Ja. Stoer, yes. Maar toch vrouwelijk en een sieraad voor iedere salon. Dus, en we gaan een vlogje maken, Aukje en ik. Als we dit aan het doen zijn, dan hebben jullie een leuke behind-the-scenes look volgende week. Ja, zeker. Dus dat gaan we doen. Heb ik van jou geleerd. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan kan je wel met zo'n stok. Ja, oefenen, ik alleen zorgen dat iemand van de kop sla. Ja. Met een stok? Met een selfie-ding. Oh. Met een selfie-ding. Ja, nee, die gebruik ik niet. Nou ja, dan trilt het beeld niet. Maar dat doet niet toe. Jij had nog een hele leuke, bijzondere vraag. Laatste vraag. Ja, even de laatste vraag voor onze gasten. Wat maakt ons nagelvak voor jullie nou zo bijzonder? Voor mij de creativiteit die je erin kwijt kan en de mogelijkheden binnen alle producten die er zijn. Ik vind ook het leuke, ja. Alle verschillende soorten producten, alle kleuren, nieuwe kleuren die nu ook weer komen. Dan denk ik, oh, die moet ik ook weer hebben. Dus ja, dat. En ik hoorde er ook, net als wat Anjo zegt, hoe drukke baan ik in het verleden had, pakte die handen en ik werd er rustig van. Ja, en de technische kant, de techniek. Ja. Ja, en ook wat ze zegt, alle verschillende producten waar ze voor zijn, wat de techniek achter die producten is. Ja, dat vind ik gewoon ook interessant om dat allemaal het te weten. Het blijft vernieuwend, er blijven nieuwe dingen komen, dus je kan blijven leren. Het blijft doorgaan, Je wordt er blij van. Ja. 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 Hadden jullie ooit gedacht dat er zoveel was toen jullie die eerste keer begonnen? Nee, ik zeker niet. Nee, daarom zeg ik, ben 20 jaar te laat, 15 jaar te laat. Ja, ik ook. Ik denk dat je op een heel leuk moment bent ingestart, want we gaan weer terug naar excessen en extremen. Dus dat ga je nu allemaal van het begin af aan meemaken. Ja. En jij gaat de herontdekking meemaken. Herontdekking, we gaan weer terug. Leuk. Maar ik wil jouw vraag, Hanneke, ik wil die ook aan jullie stellen. Wat vinden jullie nou zo bijzonder aan ons prachtige vak nagelstyling? Wij hebben het nu beantwoord, maar ik wil graag weten wat jij vindt. Waarom kijk je? Waarom vind je het zo leuk om nagels te maken? Zet het alsjeblieft in de comments of op Nail Talk Live. Niet alleen om ons te inspireren en ideeën te geven, maar met name omdat het die passie is die ons allemaal verbindt. En waarom we hier vanavond weer dit hebben gedaan voor jullie. Want het blijft een gek vak, nagels. Een gek waar je af en toe een vak waar je versteld van staat dat je er zo mee bezig kunt zijn. Ja. Maar het houdt nooit op. Het houdt nooit op, het gaat altijd door. Ja. Dus deel jullie ideeën daarover. En voor nu wil ik jullie, het is al laat, het is al bijna 9:15. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier zijn geweest vanavond. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Het is echt voor de uitnodiging, heel graag gedaan. En natuurlijk Hanneke bedankt. Graag gedaan. Natuurlijk wil ik ook Jessica bedanken en Aukje. En uiteindelijk wil ik ook jullie bedanken. Want zonder jullie was deze avond niet zo gezellig.